Welkom iedereen bij de nieuwe vlog. Het is donderdag. We gaan vandaag naar Tesla heen. En ik ga mijn zolder inpakken weer. En ik dacht, jullie willen vast wel weer een keer meekijken met hoe ik dat doe. Dus let's go. Ja, een zoldertje inpakken. Klaar. En nu al naar beneden sjouwen. We gaan op weg jongens, het stormt een beetje. We hebben alles in één auto gekregen. Melk is me komen halen, hoi Melk. Ze zien je amper. Maar we hebben alles in de Golf 7 gepropt gekregen. Een soort van. En nu gaan we richting Eindhoven. Dus let's go! Het is vrijdagochtend, donderdagnacht, whatever je het wil noemen. En ik heb eigenlijk niet zoveel gevlogd. Dus we gaan nu richting huis. Melkbus was een beetje moe. Ik wilde op zich nog wat door, maar de meeste boys gaan ook naar huis. Dus wij hebben besloten ook te gaan. Setup opgebouwd hier. Ik heb al even gestreamd, dat hebben jullie gezien. Ik weet niet, ze lachen me uit, maar ik hoor niet waarom. We hebben, even kijken, ja, setup opgebouwd heb ik niet gefilmd. We hebben al CSGO compo gespeeld. In de groepen zijn we tweede geworden. Er is één team veel sterker in de groepen dan ons. Het is echt super unbalanced weer eens, weet je wel. Zo'n toernooi waar dat, of het zijn fucking silvers, of het zijn globals. En wij zijn zeg maar één van de weinige teams ertussenin. Iedereen is MG of zo. En ik ben de hoogste rank, maar ja, jullie weten dat ik natuurlijk tering slecht ben in CSGO. Dus ja, alles bij elkaar. Het is super leuk hoor, maar ik denk dat het gewoon... We kunnen nu al zeggen wie eerste en tweede worden. Dat is gewoon keiduidelijk. Maar goed, we gaan nu richting huis. En dan ja, zie ik jullie morgen op de land. Dan zal ik ook een beetje van de land filmen. Het is op zich wel een vet terrein. Het is op de Technische Universiteit terrein in Eindhoven. De zaal is, ja, het is gewoon een gymzaal, weet je wel. Maar wel vet dat ze het kunnen, want volgens mij kost het echt geen knoop. Die gasten maken echt doekoe. Ja, maar het kostte de land? 12 euro of zo, toch voor ons? Ja. Of 13 euro, ja, bedoel, pff, dat zie je ook wel. Het is gewoon in een fucking gymzaal, ze hebben niks betaald. Hé, hey, we hebben hier nog een vlogger. Stel jezelf voor. Hey, Wie ben je? Ja, boeit niemand. Oh, en je hebt echt niet het idee dat je hard rijdt, hè? Oh ja, als ik de strepen zo zie, gaan we toch wel vlug. Goedemorgen jongens, het is vrijdag. En we zijn op weg naar Tesla. Melk en ik in de Jetta. Jetta, hoe bevalt die Melk? Ja, supergoed. Supergoeie auto. Goed, we zijn op weg naar Tesla en zoals ik gisteren beloofd heb, ga ik vandaag iets meer vloggen. Ik weet niet of dat lukt, maar ik heb het wel beloofd, dus ik ga het in ieder geval proberen. Oké, op weg naar Tesla. Zo, we zijn aangekomen op de TUEI. En nou lopen we naar het... Dit is ongelooflijk, hè? Het is een sporthal en een LAN in. Twee dingen die niet matchen. Een LAN-party en sportiviteit voor mij. Dat hoort niet samen. En Melk heeft de ballen. We gaan Boyman zijn ballen teruggeven. Ja jongens, dat zijn al jullie ballen nog altijd. Als jij je ballen wil, en dan moet je met me afspreken op een event of zo, dan neem ik je ballen voor je mee. En dan geef ik je ballen terug. Je mag ze hebben van. Ik wil ze ook wel versturen, maar dan moet je betalen. Niet voor gratis. Oké, doei. Waar zijn de mello's dan? Waar zijn de mello's dan? Hallo, dit is MSA's vlog. Hoe is het met jou? Hi. Hi, doe eens een handstand. Heb je een goede broek, hoor? Ja. Oké, die haal ik niet. Jezus, wat slecht. Ik deed echt een veel betere. Jij nu? Zal ik het doen? Ja, ja. Ik weet niet of het nou weer zo goed lukt. Koken, rassla. Oh. Oh ja, dat gaat best wel mooi. Koken, rasslag. Wat? Ja, rasslag. Ja, dus rasslag dan. Nee, doe jij eerst. Oh, nu gaan de veters gestrikt worden. Knopje. Ik kon hem ooit zonder handen.
Twee keer. Jezus, moet je daar echt zoveel aanloop voor? Ja. Maar, kan je het gewoon zo? Nee, moet je met voor-ups doen. Ja, dat is niet met voor-ups. Ben ik niet mee eens. Kun je ook zo de worm zo op de grond doen? Voor-ups? Ja, zo van achter. Je hebt toch turnen gedaan, of niet? Zo? Ja, dat is... Ja, en dan tegen die meneer zijn hoofd bijna. Ja. Kan je met één hand? Weet ik niet, ga ik niet proberen. Ja, dat is makkelijk. Dat is kei makkelijk. Kun je ook... ik weet niks meer. Nog iets? Doe je backflip vanaf het podium. Ja. Doe. Ik vang wel. Ja, oké, vang jij hem? Ik spot ook wel. Kom maar. Ik heb absoluut niet twee pizza's besteld. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ik ga naar huis. Dag 3 van de LAN. Melk en ik komen net weer aan. Koffietje gehaald. En dan moeten we helemaal naar daar achter lopen. Super ver. Nee, valt wel. En dan gaan we nog even landen. Maar niet te lang meer, want ik ben echt gaar. Maar we gaan wel nog wat PUBG doen. Ja, Melk? Ja, sowieso, PUBG duo's. Sowieso, even een kipje. Even één kipje en dan sluiten we alles af en dan steken we het in de brand. Ja. Oh, boy man. Oh. Yo, Thijs, hoe is ie? Hoi, MSSH hier. Ik wil een witte trappist, hè? Ben je met Boyman en wij gaan bier halen? Wat zeg je? Ik wil een witte trappist. Wij gaan bier halen. Kom op, Boyman. Nu bier. En wij gaan filmen hoe we dat doen, want ik voor minderjarige mensen heel bijzonder hoe dat gaat dan. Ja, kom dan. Op die kant op. Boyman, opstaan. Nu. Drie witte trappist. Drie witte trappist en voor mij gewoon normaal. Wat wil jij, Boy? Ja? Heb je portemonnee? Nee, ik heb alleen mijn pin. Ja, ik ook. Je kan gewoon pinnen. Nee. Wel, ik kan gewoon pinnen. Ik heb gepind. Je kan gewoon pinnen. Dus echt. Nou, pak je pin. Oh, Boy, wat is je pin? Ik ben eens keer. Hoe gaat het liedje ook weer? Hij toelaat pinnen en dan ben ik daar. En dan halen we wat Bavaria. Nou, maak aan. 1, 2, 3, witte trappisten. Nou, gaan we die kant op. Ja, wie moet er nog meer bier hebben? Boy, ja, dit is weet ik niet. Wie moet allemaal bier? Tim moet bier. Ik moet bier. Kan ik ook zo wild zoomen? Of is dit zo'n skeer? Skeer kan niet zoomen. Oh, scherpstellen. Ah. Kijk, daar gaat hij hoor. Boy, op zich best wel een goede kont. Kijk hoor. Ja, goede bips. Nu komt zo'n wild transitie schot dat we bijna bij de bar staan. Dat is een leuk loopje van je. Zotische druk. Godverdomme. Boy, we gaan voor het eerst bier bestellen. Heeft hij dat nooit eerder gedaan? Ah, dat staat daar. Dan moet je daar staan. En dan stiekem knipogen naar de cameraman. Dan geef je het geld zo, heel zo, dan slijt je het geld zo naartoe en dan een vieze knipoog erachteraan. Ja, gewoon zo. Ongeschoren Boy, man. XXL. Dankjewel. Dat heeft hij vaak gedaan. Nou, dat was onze biervlog. Tot nu toe. Onze biervlog. Superleuk. En wil je nog wat toevoegen hier aan Boy? Nee, dat ik boos op je ben. Oké. Okay. Gaat hij uit. Uitknop. Oké, okay, Boy heeft iets verkeerds gedaan. Ja, ik ja. Boy heeft gewoon normaal besteld, maar we mogen niet met glazen de zaal in. Dus nu gaat Boy alles overschenken. Want de goede Boy die hij is, 35. Deze nooit. Ik pak andere glazen. Andere glazen. Andere beker. Wat ga je doen? Ja, hier past nooit één. Hier past nooit één. Jij gaat weer weg. Geef me even 1 minuut. Ja. 1 minuut. En wat heeft Boy meegenomen? Updateje. We hebben grotere bekers gevonden. In de tijd dat jij weg bent, heb ik al een goede klein slok genomen. Wow, hij heeft het vaker gedaan, hè? Hij stopt. Dat denk ik niet, hè?
Ik denk dat hij dit gewoon allemaal... Hij ziet de opname van. Hij skipt er gewoon doorheen, man. Maar Tim, als je dit... Als je dit kijkt, ga je helemaal fout. Ik hou er heel veel van, je. Zo. Nou, na 20 minuten kan ik hem eindelijk met bier aanzetten. Als jij gewoon nog steeds eerder had gezegd van... Ik heb die van mij al bijna. Ja, ik jou dan. Heb je alles nu dan? Heb je alles nu? Ja. Zo. Done. Hashtag done. Ja. Oh, hij stond zeg maar als je hier had staan. Hier, hallo. De geilste man van de land. Oeh, heel spannend. Ik denk, doe even leuk zo langs dat je iedereen ziet. Maar er is gewoon helemaal niemand meer. Dus ik denk, ik kan een leuk, leuk timelapse. Maar het mag niet zo zijn. Tomaat! Tomaat! Oh wacht, ik zet melk wel even op. Je zet melk even op? Ga even op melk zetten. En van huis. En van huis. Oh wacht, dat is niet geluid. Oh. Derde keer, krijgt hij een weer. En nu blijft hij weg. Of komt hij weer terug? Boy, je bent goed gedaan trouwens met bier. Ja, hè? Ja. Goed. La, 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 la. Dat is de outro. Dat... Oh. Precies dat. Kun je trouwens het dansje al, Boyman? Deze? Wat? Die? Nee, dat kan ik niet. Ja, doe, probeer. Kan ik, nee. Kan ik, ik zal het nu al. Probeer, oefen. Nee. Oefen, doe. Jo, je kan hem wel. Boyman, probeer hem nou. Nee, nee. We gaan streamen. Hallo, probeer jij hem? Nee. Hallo, probeer hem. Nee. We zijn echt allemaal saai. Hallo. Nee. We zijn bijna net zo saai als Tim Streams. Ja? Ja, maar nog niet, net niet zo saai als de highlight video. Oké. Nou. Oh, bij deze een professionele outro. Oh, wacht, tot volgende week. Hij zet uit nu hoor, dus stekker kan eruit. Stekker kan eruit. Ja, uit mijn leven. Yo iedereen, het is al zondag, zondagmiddag al ondertussen. We zijn intussen al bij mijn ouders wezen eten, kinderen opgehaald, worden gisteravond feestje met schoonfamilie. Dus was laat thuis, kinderen laten logeren bij opa en oma. Nu ga ik even hier dit ophangen op onze slaapkamergedeelte van de zolder. Zoals je ziet, hing er al zoiets. Dat is voor een gordijn op te hangen. We hebben hier eigenlijk een gordijn voor ons bed normaal, maar dat is gesneuveld. En daarna ga ik uitgebreid vloggen hoe ik mijn setup neerzet, zoals jullie zien. No setup, no time, no setup. Dus ik ga altijd eerst even stofzuigen als ik terugkom van een evenement. En dan bouw ik alles op. En ik ga jullie een keer laten zien van waarom ik bepaalde keuzes heb gemaakt in mijn setup. Misschien vinden jullie dat wel kei interessant. Van waarom heb je nou je motor zo, blablabla, bla, yada, yada. Goed, eerst ga ik even die dingen ophangen. En dan mogen jullie mee meekijken, als je wil. En als niet, dan ja, weg. En het gordijn hangt. Sorry dat ik ons vieze bed heb gefilmd, schat. Maar ik hou wel van je. Mevrouw kon er niet tegen dat ik het bed filmde. Ik snap het niet. Maar goed. Nu ga ik mijn set bouwen. Eerst even stofzuigen. En stop. Ik denk dat die wat zwaar is voor te tillen voor jouw computer. Ik doe die schuiven. Ja, maar je kan die toch niet op het bureau schuiven? Ja. Nee. Ja. Oh. Goed, Buk gaat helpen, jongens. Maar ja, jullie zien het, net gedweld en gestofzuigd. En nu gaan we eerst beginnen met, daar begin ik eigenlijk altijd mee, de twee pc's weer terugzetten. Nou, zoals jullie weten staan die hier in de hoek van mijn bureau in een V. Daarom heb ik ze ooit zo laten modden, dat een van mijn twee kasten reverse ATX is, denk ik. Het wordt ook wel BTX genoemd, maar in ieder geval, hij is andersom. Zal ik zomaar eens laten zien als ze staan.
En van daaruit, ik zal ze normaal zeg ik ze heel dicht bij elkaar, maar ik zal ze nu tijdens het opbouwen iets verder uit elkaar zetten. Zodat ik jullie heel goed kan laten zien welke kabels er nou tussen de twee computers lopen. In principe zijn het namelijk twee compleet losstaande pc's. Met allebei een eigen toetsenbord, muis, monitor, voeding, internet. Alles is los van elkaar. Op twee dingetjes na. En dat gaan jullie dadelijk zien. Nu eerst even de pc's neerzetten. Dat film ik niet. Dat is kei saai om die uitpakken. Dus we skippen nu even naar... dat ik ze al heb staan en dan ga ik dan wel even de mod laten zien. Be right back. Jullie zien het, dames en heren, daar staan de twee pc's en die staan normaal met de kont echt tegen elkaar. Maar, jullie zien het al, dit is een voorkant en dat is een voorkant. En dan kan allebei de computers eigenlijk inkijken. Nu staan ze uit, maar je ziet het, tempered glass. Dus je kijkt eigenlijk allebei de computers in. Als je ook naar de I.O. kijkt, I.O. zit aan de achterkant en bij deze. En die zit dan boven. Ik zal een beetje draaien. I.O. ook aan de achterkant. Hier is eigenlijk het interne mechanisme van de computer is zo omgedraaid. Dus zit op kom. Moederbord hangt ook aan de bovenkant. Je kijkt ook aan de bovenkant op de grafische kaart. Je ziet het hier ook bij tempered glass. Slotje zit onder. Slotje zit boven. En dat is omdat ik dan dus de computers met de kont tegen elkaar aan kan zetten. En eigenlijk alle rotzooi en kabels die daartussen leeft kan verbergen. Gaan we nu even de basis en kabels inprikken. Dus gewoon het netwerk en allemaal die dingen wat ze allebei alleen hebben. En dan zal ik daarna... Nee, we gaan het een keer anders doen. Ik ga eerst eens laten zien welke kabels die twee nu verbinden met elkaar. Zodat die computer het beeld heeft van die. Want dat is de game PC. Kun je herkennen aan de dichte bovenkant. Dat is de stream PC. Die heeft twee handvatten en de witte voorkant. Maar ik ga ze eerst eens even aan elkaar verbinden. Wacht maar eens. Goed, welke kabels verbinden mijn twee PC's met elkaar? Een van de geheimen, is niet echt een geheim, maar een van de dingen die ik anders doe als veel anderen is de capture card die ik gebruik op mijn, in mijn stream PC. Ik gebruik een industriële standaard capture card die werkt op DVI. Dus in feite, deze DVI kabel hangt tussen de game PC en de stream PC. De game PC dupliceer ik in Windows gewoon het beeld naar en mijn monitor en de stream PC. En dat betekent dat over deze kabel 120 hertz loopt. En mijn capture card kan ook, die kan zelfs 144 hertz aan. Maar ik kies voor 120 hertz, want dat is goed genoeg. En daardoor heb ik minder pixelation als gemiddeld. Mijn capture card heeft gewoon meer beeldjes om een goede uit te pakken. En daardoor gaat de kwaliteit omhoog. Dus deze is voor het beeld. Deze, gewoon ouderwets DVI-D kabel. Dual link, niks spannends. Gewoon wel een goede kwaliteit kabel gekozen met die ferrietkern en alles erin. Dat is één. En de andere... is niks meer als een 3,5 mm audio naar audio jack. Deze gaat in de koptelefoon van de geluidskaart van het moederbord. En bij de stream PC gaat die in de microfoon in van het moederbord. Maar dan krijg je heel vaak een beetje ruis. Dat is ook de reden dat ik muziek speelde op mijn stream. Vroeger moest het. Er was gewoon altijd een beetje ruis tussen de twee PC's. Ze gebruiken dezelfde aardelus. Dus er is altijd een beetje storing. Je hoort altijd de voedingen werken. Je hoort er gewoon een klein hisje. Weet je, als je een goedkopere microfoon hebt, hoor je dat ook vaak. Dus daarom speelde ik vroeger muziek op mijn stream. Net iets harder als de ruis, dan hoorde je de ruis niet. Hoorde je de muziek en had niemand het idee dat dat er was. Tegenwoordig, dankzij Toastman Games, Emre, een maatje van me, heb ik daar een oplossing voor gevonden. Heb ik al enige tijd. Even wachten, Beuk. Okay. Dit kastje. Dit is een Behringer en het precieze is een HD400. Ik weet niet of je dat kan zien. Ja, hier HD400. Dit is een Hum Destroyer. Dus tegenwoordig gebruik ik een 3,5 audio jack naar dubbel mono. En ik weet niet hoe deze stekkers heten. Van weer die stekker naar 3,5 jack. En Beuk zit met fietslampjes te spelen. En dit zit ertussen. En dit haalt heel de ruis weg. Het verandert een heel klein beetje het geluid van de game. Het haalt een aantal tonen eruit. Maar dat, eigenlijk merk je dat niet. Dit echt ruis. Ik gebruik dit kastje. Het heeft geen voeding nodig. Het is puur een kastje. Ik heb het nooit opengemaakt. Ik gok dat er favorietlussen in zitten. Eigenlijk hetzelfde als dit. Maar dan in het groot. En die halen gewoon heel de ruis weg. Dus nu heb ik geen ruis. Als ik dan muziek vergeet aan te zetten. Hoor je nog steeds alleen mijn stem en stilte. Er is eigenlijk geen ruis. Ja, er is nog wel ruis. Moet ik heel eerlijk zijn. Maar dat is eigenlijk niet hoorbaar. Super laag frequentietje wat je niet echt oppikt. En ook echt met misschien... 2 decibel. Het is echt, eigenlijk is er geen ruis. Maar voor menselijk gehoor is er geen geruis. Dat is een trucje ook. Nogmaals bedankt Emre. Want ik heb die van Emre ook overgekocht destijds. Papa, het werkt echt heel goed. Ja? Heb je die ook weggehaald? Ja, die haal ik altijd weg. Die moet ik er nou wat tussen maken. Ga ik nou aan de mensen op de camera laten zien waar die tussen moet. Zal ik dat eens gaan laten zien? Ja.
gaan we. Goed, dit is de achterkant van de game PC. Dus wat we doen. 3,5 audio jack. Koptelefoon uit. Dat is 1. DVI. Zoals jullie weten, deze PCA-slot is nog steeds kapot omdat ik te lomp ermee ben geweest. Dus ik heb nog maar 1 grafische kaart. Dus deze gaat op die grafische kaart. Klaar. Dit was wat ik op de game PC moet doen om te kunnen streamen. Laat ik jullie nu de stream PC zien. Dit is de stream PC. Dus 3,5 audio jack. Microfoon in. Klaar. Kastje aan de kant leggen. En de DVI. Dit is mijn HD 60 Pro van Elgato. Die gebruik ik voor de camera. En dit is mijn andere capture card. Even wachten, Beuk. Dus doe ik de DVI kabel op. En deze schroefdraad is een beetje, ik heb die al te vaak unscrewed. Hoppa. Nu krijgt mijn stream PC het beeld en geluid van de game PC. Zonder vertraging, zonder delay. Gewoon bim. Heel mooi. En dat was dus wat met game en stream PC met elkaar verbindt. Meestal doe ik nou mijn monitor ophangen. Maar ik heb eigenlijk beseft dat dat helemaal niet handig is dat ik dat altijd deed. Want ik moet heel veel kabels ook achter de monitoren langs wegwerken. Dus ik ga nu eerst al mijn kabels leggen. Dit zijn allemaal gewone kabels die jij ook hebt in je PC. Toetsenbord, muis, internet, geluid. Allemaal die dingen. Dat boeit allemaal niet zo. Ik kan je wel uitleggen dat ik die netjes achter de game PC langs leg van de stream PC. Zo. Maar dat is logisch. Ik probeer mijn kabels weg te werken zoveel mogelijk. Dat doen de meeste mensen. Dus dat ga ik allemaal niet tonen. Volgende wat ik ga tonen is, ik kies ervoor om dingen op een bepaalde manier neer te zetten op mijn bureau. Dat ga ik jullie laten zien waarom ik dat doe. En daarna gaan we de monitor samen ophangen. En dan leg ik ook uit waarom ik ervoor gekozen heb om mijn monitor zo op te hangen. Maar nu ga ik dus eerst eens even alle kabels en shit runnen. En dan ben ik zo terug bij jullie. Zo, we hebben alles weer ingedeeld. Wil je erbij staan, Beuk? Ja? Alles weer ingedeeld. Alles staat eigenlijk. Moet alleen de monitor nog terug. En zoals jullie zien heb ik hier een stand. Oh, daar een stand. En daar nog een stand over. Je kan het niet zo goed zien, maar daar hangt dus een kop. Oké, nou raak ik precies. Wacht zo. Ik heb gekozen om monitoren te hangen, zodat ik zoveel mogelijk bureau vrij hou. Zoals jullie hier zien, hier ligt mijn game toetsenbord, mijn stream deck, mijn Korg Nano Control. Beuk, doe je niet aanzetten. De Korg Nano Control, die ligt hier, daarmee verdien ik mijn volumes. En daarachter nog een toetsenbord, dat is voor de stream PC. Als ik mijn monitor neer zou moeten zetten, zou die hier moeten staan. Dat gaat dus niet, want daar ligt al van alles. Jullie zien het, mijn cable management is deze keer niet zo goed. Komt dat ik binnenkort nog een keer wat nieuwe dingen wil proberen. Dus ik had zoiets van, drop het er maar even in. En als bij mij dadelijk de monitoren er staan, dan zie je niks meer. Verder heb ik 2 boven 1. Dat heb ik gedaan. Stel ik moet me heel erg focussen op de game. Dan wil ik niet afgeleid worden door de chat. Dus wat ik dan doe is, dan staar ik gewoon naar mijn gamescherm en dan kan ik dat bovenste een beetje uitzoomen. Ik heb gemerkt dat als je links en rechts langs je nog een monitor hebt, dan blijf je altijd naar kijken meer. En ja, yes, jullie kennen me, soms wil ik gewoon even tryhard gaan in de game en dan, ja, dus dan wil ik niet afgeleid worden door chat, daarom 2 eroverheen. Dus nu ga ik de monitoren op een plek schroeven en dan is eigenlijk alles klaar. Dan kunnen we het weer aanzetten, Beuk. Denk je dat het werkt? Ja, gaat wel werken. Kijk, papa heeft het goed gedaan, of niet? Ja. Goed. Ja. Gaan we even. Ja. Goed. Gaan we de monitor nog even hangen en dan hopen dat het allemaal weer boot. Dat we geen LAN-virus hebben. Nee. Nee? Hm, hm. Nee, hier. Ja. Oh, je beslaat. Ja. Ben je een draak? Leuk. Wat ben je dan? Ik ben gewoon Beuk. Jij bent gewoon Beuk. Oké, zeg maar houdoe. Houdoe. Heel de setup staat weer. Alles draait. We hebben alles al getest alweer. Nu ga ik zo editen. Deze vlog. En ik ga je nog één ding laten zien. Jullie vragen je natuurlijk af, waarom heb je al die dozen altijd, Tim? Nou, dat is omdat ik heel veel events doe. Mijn 2 PC's zijn in Taiwan geweest. Dat is de andere kant van de wereld. 14 uur vliegen hier vandaan. En ze leven nog. Ze doen het nog. Nou ja, eentje is kapot. Maar dat is een beetje mijn eigen schuld. Nu ga ik mijn dozen opruimen. En die dozen ook. En jullie vragen natuurlijk af, waar staan die nou? Daar, achter in de hoek. Zeg maar op de overloop. Dus ik ga jullie hier zo neerzetten. Een beetje behelpen. En dan gaan jullie zien dat ik al die dozen daar in de hoek weg ga werken. Memories.
opgeruimde wel. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Ik hoop dat jullie ook iets geleerd hebben van hoe ik mijn setup doe. Heb je er vragen over, drop ze in de comment. Laat even een duimpje omhoog achter. En ik zie jullie volgende week. Bye bye!